later kwamen er ook andere producten bij. Suikerriet, indigo. Maar het is begonnen met koffie, zou je kunnen zeggen. En dat is lang volgehouden. Dat was ook het meest winstgevende product. Als u in onze provinciale plaatsen komt, zie je nog wel eens op winkeltjes staan koloniale waren. Nou, dat was die koffie, dat was bijvoorbeeld een koloniale waar. En daar schreef Multatuli dus over, hè? De koffieveilingen van de NAM. Daar zijn we al in de, van de Nederlandse Handelsmaatschappij. Daar zijn we al in de 19e eeuw, bijna in het midden van de 19e eeuw al. Maar vanaf het begin van de 18e eeuw tot het einde van de 19e eeuw werd die onvrije arbeid geëist van de boeren. En in zo'n grote mate dat ze daarnaast weinig tijd hadden, nauwelijks tijd om voedsel voor zichzelf te verbouwen. En bovendien, ze kregen er dus nagenoeg niets voor in de preanger. Ik herinner me van de middelbare school de term cultuurstelsel. Dat was ook een hele erge uitbuiting. Ja. Is dat hetzelfde ongeveer? Of ja, is het je zou kunnen zeggen dat het Preanger-stelsel model heeft gestaan voor wat dan in 1830 het cultuurstelsel wordt. En de bedoeling daarvan, dat werd ook zo ronduit uitgesproken, was om koloniale baten te krijgen waarmee de schatkist in het moederland gevoed kon Nederland worden. Nederland moest ervan profiteren. En dat gebeurde ook in grote mate in het midden van de 19e eeuw was ongeveer de helft van de staatsinkomsten afkomstig uit die koloniale baten. Je zou het dus eigenlijk kunnen beschouwen als een soort ontwikkelingshulp. Alleen dan andersom, van Nederlands Indië aan Nederland. Die Nederlands, zeg maar. En die boeren dus aan. En dat was meer dan 2% van hun arbeid, ons vermogen. Hè? Dus 1 tot 2%, dat vinden wij al erg veel voor ontwikkelingshulp. Maar deze ontwikkelingshulp die heeft dus erg lang geduurd. Want wanneer is het afgeschaft, dat cultuurstelsel? Het cultuurstelsel is afgeschaft. Ja, dat ging een beetje ondoorzichtig. Waarom dat is afgeschaft en hoe dat is afgeschaft. Maar rond 1870 was dat. Thank you.